Ik ben niet jaloers, oké? Laat me gewoon met rust. Waar ga je heen? Naar de middelen mensen toe. Waarom? Omdat zij mijn vrienden zijn. En dat kan ik niet voor sommige Roofs zeggen. Maar Groove? Nee, Groove. Oh. We zijn je vrienden. Ik wil alleen met de middelen mensen praten. Niet meeluisteren, oké? Okay? Natuurlijk luisteren we niet mee. Hé, zal ik je naar de middelen mensen brengen? Nee. Ga jullie maar lekker door met wat jullie deden. Samen. Ik rij zelf wel, let maar niet op mij. We zoeken de middelen mensen op, we rijden er naartoe. We zoeken de middelen mensen op, zo slim en leuk. En hoe? Middelen mensen leren ons zoveel. Wij vragen het, zij weten het, ze leren ons zoveel. We zoeken de middelen mensen op, we rijden er naartoe. We zoeken de middelen mensen op, zij slim en leuk. Hoe bedoel ik, middelen mensen? Oh, Groove, je ziet er niet zo blij uit. Wat is er? Ik weet het niet. Toen ik wakker werd, voelde ik me prima. Maar toen hoorde ik Ivor en Tula lachen. Daarover? Dat wilden ze niet zeggen. Eigenlijk wilden ze me helemaal niet in de buurt hebben. Ze zeiden dat ze samen even alleen moesten zijn. Eerst was ik verdrietig. Maar toen werd ik echt heel erg boos. Het klinkt alsof je jaloers bent, Groove. Oh, denk je dat echt? Dat zei de Ivor en Tula ook al. Ik denk dat ik inderdaad jaloers ben. Ze lijken zoveel plezier te hebben samen. Ik denk dat ze me niet meer lief vinden. Ach, doe niet zo gek, Groove. Hm? Ze houden van je. Maar waarom willen ze me dan niet in de buurt? Misschien hebben ze wel een verrassing voor je. Een verrassing? Denk je dat echt? Je weet nooit. Oh, hoepie de hoepie. Misschien hebben jullie gelijk. Oh, maar hoe kan ik dan ophouden met jaloers op ze te zijn? Je hoeft alleen maar te onthouden dat Ivor en Tula je vrienden zijn. Ze zouden je nooit met opzet pijn doen, Groove. Nee, dus maak je geen zorgen over wat ze doen. Oké, dat probeer ik. En bedankt, middelen mensen. Weet je, het helpt echt om hierover met jullie te praten. Ik ga nu maar weer terug. Hoebel toedel doe! Hoebel toedel doe! Nou, zijn verrassingsverzameling is helemaal klaar, Tula. Ja, hopelijk is Hero straks niet meer zo grijnig. Hoebel doe, poeps! Doef! Zijn jullie al klaar? Voor wat? Nou, voor het hoepnieuws natuurlijk. Maar we hebben de vraag dan niet beantwoord, Groove. Oh, ja, zeker wel. Maar wat is het antwoord dan? Groove? Arme Groove was zo grijnig. Maar hij wist niet waarom. Hij was erg hoepietrietig. Hij vond alles heel stom. Want Ivor en Tula hadden heel veel plezier. En die arme Groove dacht, ze willen mij niet meer hier. Dus wat moet je doen als een hoop zich zo voelt? Ze gaven hem eten, dat was goed bedoeld. Maar Groove was jaloers, dan kom was hij zo vries. Maar Ivor en Tula, die maakten hem blij. Wij zijn er klaar voor. Dat is fantastisch! Gaan jullie gaan maar! Hoebeldoep-poep aan alle hoeps die kijken! Welkom bij het Hoep Nieuws, de nieuwsshow voor alle hoeps! Ik ben
Ivor. Ik ben Tula. En ik ben Groove. En onze vraag